Zo vind je jouw ideale klant. Allereerst is het belangrijk dat jij het doet wat je het allerliefste doet. Dat je het echt vanuit je hart doet. Want laten we eerlijk zijn, er zijn genoeg mensen die niet doen wat ze leuk vinden. Misschien herken je dat wel. He, dus als VA start jij je eigen bedrijf en wil je dat het succesvol wordt en die ideale klant vinden, dan is het belangrijk dat je echt doet wat je leuk vindt. Kijk, een schrijver die houdt van schrijven en een regelaar houdt van regelen. En het gaat erom dat jij doet wat je onwijs leuk vindt. En als we gaan kijken naar die 125 werkzaamheden die je van mij hebt gedownload, dan is het belangrijk dat je alles daarvan gaat aanvinken wat je leuk lijkt. Ook al heb je het nog nooit gedaan, heb je er geen ervaring mee, dat maakt niet uit. Wat vind jij leuk? Daar gaat het om. En als je dat hebt gedaan, dan ga je je focussen op je ideale klant. Is dat het type branche waarin je wil werken? Zo niet, dan kun je ook kiezen voor een bepaald type ondernemer. En ga dan ook heel gedetailleerd kijken van wat voor type ondernemer is dat? Is dat iemand die, hoe staat hij in het bedrijf? Hoe staat hij in het leven? Hoe staat hij in de samenwerking met jou? En dan als je dat hebt geïnventariseerd, dan ga je kijken, oké, wat heb ik al in huis? Welke vaardigheden, talenten? En wat heb ik nog niet? Wat moet ik nog ontwikkelen? Dus je gaat heel goed kijken, wat heb ik al en wat heb ik nog niet? En dan ga je inventariseren, oké, welke ideeën heb ik? Welke waarden en vaardigheden heb ik waarmee ik mijn klanten op de allerbeste manier kan helpen? Nou, dan ga je je ideale klant volledig loslaten. Dus dat betekent dat je even niet aan je ideale klant denkt, maar je gaat heel gedetailleerd opschrijven wat jouw toegevoegde waarde is om die ideale klant te helpen. Dus schrijf dat heel gedetailleerd op en focus je volledig op de toegevoegde waarde die jij te bieden hebt. En dan ga je met dat plan ga je overal verspreiden aan de juiste persoonlijk op de juiste positie. En er zijn bedrijven die altijd op zoek zijn naar waarden, naar vaardigheden, naar netwerk. Alles wat jij kunt bieden. Dus verspreid je woord zoveel mogelijk. En ik weet het, het is eerst zaaien en dan oogsten. Dus het kost echt veel tijd. Maar als één schaap over de dam is, zeg ik altijd, dan volgen er meer. He, dus ik hoop dat deze tips je helpen. En ik ben heel erg benieuwd naar je reactie. Dus laat hem gerust hieronder achter. Superleuk.